Hallo, welkom bij Oefeningen voor de Toekomst. Mijn naam is Bram Esser en ik wil het vandaag met jullie hebben over consumeren. En dan met name vleesconsumptie. Want ja, laten we er niet omheen draaien. Deze hele crisis hebben we uiteindelijk te danken aan de carnivoren onder ons. En het was tenslotte iemand die een niet goed doorgebakken hond nuttigde. Die voor het eerst het virus kreeg. En dan denken we van ja, maar hier eten we geen honden, dus we hebben dat probleem niet. Nou, dan vergist u zich, want ook de zogenaamd hygiënische intensieve veeteelt is eigenlijk heel erg smerig. Want kijken we naar de kaart van Nederland, om te zien waar de meeste coronaslachtoffers zijn gevallen, dan kom je uit in de regio Uden en Veghel. En laat dat nou precies de plek zijn waar de meeste intensieve veehouderijen zijn gevestigd. Die produceren slechte lucht en daarom hebben mensen daar eigenlijk altijd slechte longen. Er zijn ook de meeste mensen in Nederland die een longontsteking krijgen, die wonen daar, verhoudingsgewijs. En ja, ze hadden dus al een achterstand en daardoor kon corona keihard toeslaan op die plek. Dus we moeten daar echt mee ophouden met vlees eten en we moeten allemaal vegetariër worden. Daarom zijn de oefeningen van vandaag gaan over vegetariër worden. Hoe word ik vegetariër? En het is niet per se makkelijk. Maar om het allemaal wat leuker te maken, kan ik u aanraden om vooral groenten in je eigen omgeving te zoeken. Gelukkig ben ik niet alleen, want ja, ik ben ook een beginneling op dat gebied. Ik krijg hulp van niemand minder dan de enige echte koningin van de bermgroenten, Marije Lamsma. Ik ben een soort ekster. Als ik buiten loop, dan ben ik alleen maar aan het speuren naar wat er groeit. Ja. Dit is zevenblad, wat je hier ziet groeien. Smaakt als peterselie. Omdat het zo ontzettend woekert, kun je het ook onbeperkt plukken. Die witte bloem, dat is look zonder look. Nou, en hiervoor groeit de paardenbloem. Daar kan je eigenlijk alles van eten, is ook niet lekker, vind ik. Ik heb al moeite om hem zijn havermout te laten eten, maar dit gaat toch wel goed. En wat heel belangrijk is, alleen plukken als er veel staat. Ja. En dan nooit meer plukken dan dat je nodig hebt. En nooit de koning plukken. Evolutietechnisch gezien moet je altijd de mooiste, de sterkste, de grootste plant laten staan. Dus als je prachtige bloemen ziet, nooit die allermooiste, grootste, sterkste plukken. Nooit de koning plukken. Oh ja, mooi. Kom maar in de fietsmand. Ja, dan rest mij niks anders nog dan u nog de huiswerkopdracht van deze week mee te geven. En die bestaat eruit dat u op zijn minst één avondmaaltijd voorziet van zelfgeplukte groenten. Op de vegetarische helstaaf. Nou ja. Blijf gezond en blijf oefenen. Lekker? Ja, had je al gezegd.